Hallo allemaal, welkom bij de weekreading van 28 augustus tot en met 3 september. We gaan weer eens 3 kaarten schudden voor deze week. Oh, daar komt al nummer 1. Nou, die is wel heel snel. Oh, nummer 2. Ze vliegen me gewoon om de oren. De boodschappen willen er graag uitkomen. En dat was al nummer 3. Het is deze week een speciale week weer. Er is opnieuw een crystal healing op woensdag 30 augustus over je authentieke zelf zijn. En als jij blokkades hebt in jezelf durven en kunnen zijn, doe dan mee en laat me jou helpen om sommige van die blokkades, de meest essentiële blokkades, moeiteloos voor je weg te werken samen met de hulp van mijn cirkel. En de allereerste kaart voor deze week is wees jezelf. Ik had het net over je authentieke zelf zijn. Het is zo essentieel dat jij je eigen authentieke zelf kunt zijn. Dat is gewoon de basis van je persoonlijke macht en power en kracht dus ook. Als je dat niet bent, dan geef je jezelf te veel weg. Voel je je niet lekker in je vel. Dan stappen andere mensen makkelijk over jouw grenzen heen. Want als jij niet jezelf durft en kunt zijn, dan bewaak jij je eigen grenzen ook niet goed. Jezelf zijn, dat is dé sleutel geweest in mijn succes tot nu toe. En in de weg wat ik heb afgelegd. Als ik niet die intentie had gehad, ik wil meer mijn authentieke zelf zijn. Of ik wil weer mijn authentieke zelf kunnen zijn. Want dat was oorspronkelijk mijn intentie. Dan was ik niet gekomen waar ik vandaag was. Dan was ik niet in zo'n flow terechtgekomen. Dan was mijn leven niet zo enorm veranderd en verbeterd naar wat nu is. Alles is verbeterd. Alles heeft gezondere proporties aangenomen. Ik heb gezondere relaties met de mensen om me heen. Mijn financiële situatie is gezonder. Wat ik doe wat ik doe met mijn leven heeft meer effect, heeft meer bereik, heeft meer diepgang. Alles wat ik ervaar heeft meer diepgang. En het is allemaal begonnen met mijn authentieke zelf willen zijn. Dus dit is zo essentieel, dit is zo krachtig. Dus werkelijk waar, als je blokkades hebt op dat punt, als je moeite hebt of als jij in een toxische relatie zit of je hebt daarin gezeten, doe dan alsjeblieft mee aan de Crystal Healing. Het gaat je echt enorm steunen en helpen. En dan staat deze als nieuwe carrière, maar een nieuw begin wil dit vooral zeggen. Een nieuwe carrière staat voor een nieuw begin. En als jij kies voor meer je authentieke zelf durven zijn, dan maak je een nieuw begin voor jezelf. Ik zei het net al in mijn verhaal. En dan gaat alles in jouw leven zich in een meer positieve richting veranderen. Dat kan dan niet anders dan meegaan. Want jij gaat eindelijk leven meer in lijn met wie je werkelijk bent. En dan gaat alles gewoon beter stromen. Zo simpel is dat gewoon. Zo werkt de wet van aantrekkingskracht nou eenmaal. Wauw, en als laatste kaart, deze moet je absoluut niet zien in de letterlijke zin, want er staat bij huwelijk. Maar in deze reading staat hij als voor de verbintenis die je met jezelf aangaat. Een huwelijk is een verbintenis met een ander. Maar voor deze week wordt gevraagd om jezelf je woord te geven, dat je gaat staan voor wie je bent, dat je gaat voor wie je mag zijn. En dat jij je woord geeft aan jezelf. Dat jij je woord geeft. Ja, je bent het waard om in te investeren. Ja, je bent het waard om van te gaan. Ja, ik ben het waard om lief te hebben. Dus ik mag liefde ontvangen en ik mag liefde geven. Wat heb jij te bieden? Zeg ja tegen jouzelf. Zeg ja tegen jouw leven. En opnieuw, als je daarin blokkades tegenkomt, doe dan mee aan die heerlijk authentieke zelf. Maar of als die blokkades te groot zijn, doe dan mee aan de Love My Life Intensive. En zorg dan dat daarin die verbindenis met jezelf beter wordt. En dat je ja kan zeggen, dat je trots kan zijn op het leven dat je leidt. Dat je kan zeggen, ja, ik hou van mijn leven. Ik hou van mijn leven. Ik hou van mijzelf. Dat is wat je met die intensive kan gaan bereiken. Het is een weekend op 16 en 17 september. En het gaat echt mega fantastisch worden. Dus doe daar dan aan mee. Geef jezelf die kans om die verbintenis te verdiepen. Het is een optie, het is een mogelijkheid. Misschien zie je andere wegen om die verbintenis met jezelf te verdiepen en aan te gaan. Om meer je eigen woord te zijn. Benut datgene wat voor jou van toepassing is.
Maar het is dus heel duidelijk een week die vraagt om een nieuw begin te maken met jezelf. En jezelf, aan jezelf je woord te geven dat jij jezelf de moeite waard vindt om voor te gaan staan en je woord te zijn. Wauw, ik vind hem fantastisch. Het is een mooie overgang naar september. En ik ben op 1 september kom ik natuurlijk weer met de maandreading. Dus deze week heb je 2 speciale video's. En graag tot de volgende keer. Tot vrijdag. Sorry, doeg!